Hallo, welkom bij vlogboek nummer 29 met drie boeken respectievelijk over kunst, sadisme en terrorisme. Ninja Weijers, de Consequenties, Gerard Reven, Werte Nieland en Leon de Winter met het recht op terugkeer. I really like that moment, when performance becomes life itself. Het boek De Consequenties van Nina Weijers was wellicht het meest opvallende debuut van het afgelopen jaar. En het begint met een citaat van Marina Abramovic. Abramovic is een performance die in 2010 zichzelf plaatste als kunstwerk in de Museum of Modern Arts in New York. Waarbij mensen tegenover haar konden zitten. En misschien geloof je het niet, maar dat werd een enorm succes. 7,5 uur, Six dagen, a week, motionless. In de consequenties is Minnie Panes de hoofdpersoon. Een jonge kunstenares die, net als Abramovic, zichzelf centraal zet in haar werk. Het gaat om conceptuele kunst rondom haar eigen leven. Minnie heeft een affaire met een fotograaf die haar stiekem in haar slaap fotografeert. En die foto's komen vervolgens als modereportage terecht in het blad Vogue, zonder dat zij dat wist. Ze komt daar natuurlijk achter en eist van de fotograaf een tegenprestatie. Hij moet haar anderhalve maand gaan volgen als een soort apparatie en steeds fotograferen. Dat moet haar nieuwe kunstwerk worden. Weijers geeft een debutroman die tintelt van ambitie en borrelt van boeiende gedachten. Het is een roman waar je niet makkelijk vat op krijgt en die telkens als je denkt dat wel te hebben opeens weer compleet kantelt en toch anders blijkt te zijn. Het verhaal springt heen en weer van heden naar verleden. Zelfs terug tot aan de geboorte van Minnie en tot aan haar tijd op de kleuterschool, waar iets onverklaarbaars gebeurt. En net als je als lezer denkt dat alles dreigt te ontsporen, lijken de lijnen toch samen te komen op het moment dat Minnie na die anderhalve maand een envelop van de fotograaf opent. Een verhaal over kunst, leven, verdwijnen en vallen. In het boek komen veel namen langs uit de kunstwereld, zoals Francis Bacon, Basjan Ader en Marina Abramovic. Je zou het boek als een idee kunnen zien, met filosofieën en visies over het leven en over de kunst. Maar waar in een idee het verhaal vaak ondergeschikt is, is dat bij wijers niet het geval. De roman met een gemiddeld leesniveau zit ook vol met verwijzingen naar andere romans. Zo lijkt onder andere de theeceremonie ceremonie uit rituelen van Cees noodbam te zijn overgelopen naar dit verhaal. Een boek vol kennis en ideeën, voor lezers met een voorliefde voor conceptuele kunst, voor gedachtesprongen en voor een fantasievol verhaal dat niet van A tot Z loopt. Nederlandse verhalen met jonge jongens als hoofdpersoon zijn er genoeg. Kees de Jonge van Theo Thijssen, Multitudis Wouter Pietersen, Albert Egberts van AFTH van de Heide en Vestijks Anton Wachter. Allemaal hele lieve, naïeve jongens die de grote mensenwereld gaan ontdekken. In het verhaal Werd in Nederland van Gerard Reven is de hoofdpersoon Elmer. Ook zo'n jonge jongen, maar deze is helemaal niet zo lief en aardig. Hij is eenzaam, ongelukkig, sadistisch, neurotisch en nog drammerig. Een anti-held. In het verhaal maakt ik persoon Elmer kennis met zijn leeftijdsgenoot Werther Nieland. Ik vermoed dat Werther zou willen dat dat nooit was gebeurd, maar dat weet hij op dat moment nog niet. Elmer komt bij hem thuis spelen, waar blijkt dat Werthers ouders niet helemaal normaal zijn. En ondertussen probeert Elmer Werther er steeds van te overtuigen dat ze een clubje moeten gaan oprichten. Namelijk de Club voor de Grafkelders. Een gezellige naam. Elmer als geboren dictator wil dan wel de voorzitter zijn. Hij leeft met het motto, wie die met mij is, is tegen mij. En wie zei dat ook alweer? Every nation... In every region now has a decision to make: either you are with us or you are with the terrorists. Elmer ziet overal gevaar. En het liefst trekt hij zich terug op zolder of in zijn berghok. Daarnaast maakt hij vaak dingen stuk, martelt hij planten, is hij agressief tegen anderen, en mishandelt en doodt hij dieren, bijvoorbeeld een paar arme stekelbaasjes. Spoedig verveelden ze me reeds. Ik schepte ze één voor één uit en sneed hen met een schillenmesje de kop af. Dit zijn de terechtstellingen, zei ik zacht, want jullie zijn de gevaarlijke waterkoningen. Dit boek met een gemiddeld leesniveau is interessant om op je literatuurlijst te zetten als je ook een van de verhalen over een van die lieve jongens uit de Nederlandse literatuur hebt gelezen. Verwacht geen psychologische roman waarin uitgelegd wordt hoe Elmer zo is geboren of uit wat voor gezin die komt. Nee, Elmer is een sadist, puur zang, en dat maakt van het boek Werten Nieland een opvallend verschijnsel in de Nederlandse literatuur. Het Recht op Terugkeer uit 2008 is een echt Leon de Winterboek. Het bevat grote thema's rondom het Jodendom, heeft een spannend verhaal en er is ook nog ruimte voor een persoonlijk drama. In deze roman krijg je te maken met het Israël in de toekomst in het jaar 2024, wanneer het land is geminimaliseerd en is verworden tot een politiestaat met vliegende DNA-scanners en een enorme vergrijzing doordat alle jongeren emigreren. Er is nog steeds een strijd gaande tussen de Joden en de Palestijnen en het bijbehorende terrorisme, en het is een land waarin kinderen worden vermist. Het verhaal draait rondom de oorspronkelijke naam. Nederlandse man Abraham Mannheim, die in Israël een bedrijfje runt dat vermiste kinderen opspoort. En daar zit het persoonlijke verhaal. Mannheim heeft in New York gewoond met zijn vrouw en hun zoontje Benny. Wanneer hij thuis is met zijn zoontje en de telefoon gaat, loopt hij even naar buiten. Bij terugkomst is zijn zoontje ineens verdwenen. Dit vermissingsdrama zet een levensloop in werking die via Israël hem terugvoert naar Amsterdam, waar de climax van het verhaal plaatsvindt. De combinatie van grote thema's gaat bij de winter vaak net iets te ver, wat het wel lekker episch maakt, maar ook ongeloofwaardig. Hij verliest zich wel eens in de details van een scène, waardoor het wat saai wordt, maar je weet als lezer wel dat even later het tempo weer omhoog zal gaan. Het zijn geen lastige zinnen, het is een verhaal met een gemiddeld leesniveau en het zit hem vooral in de tijdsprongen die gemaakt worden en in de geschiedenis van Israël die op de achtergrond meespeelt. Het recht op terugkeer gaat over een kweeste, over een zoektocht naar een verdwenen zoon, over hoe een persoonlijk familiedrama uitmondt in een strijd tegen het terrorisme van de toekomst in een haast onbewoonbaar geworden Israël. Spanning verzekerd.